We maken een tiny forest. Ik vind het echt spannend. We gaan meer dan 600 boompjes planten. En de school heeft daar met 225 buurtgenoten en de kinderen van school hebben ze bomen verzameld. We hebben het ook zelf ontworpen, dat bosje, en vandaag wordt dat aangelegd. Nou, de provincie vindt het heel belangrijk om kinderen te stimuleren om ook groen aan te planten, zodat kinderen ook bewust zijn van hun omgeving. Daarom is het ook goed om meer bomen om te hakken. En ze zijn goed voor de natuur, want heel veel beesten gebruiken ook de bomen om te leven. We hebben gekozen voor een samenstelling van 35 inheemse soorten die van origine in Limburg veel voorkomen. Dat doen we omdat we de diersoorten natuurlijk van hier komen. Die zitten natuurlijk heel graag in een plant die hier thuis hoort. Nou, ik denk dat iedereen zijn eigen betegelde voortuin of de kiezelen voortuin zou kunnen ontstenen om kleine plantjes of fruitboompjes of wat dan ook te plaatsen. Dat begint gewoon bij jezelf. Ze hebben ontzettend veel plezier eraan gehad. Ze wilden thuis ook boompjes gaan planten. Dus hopelijk gaan ze vanavond de stenen uit de voortuin halen. En thuis ook boompjes planten. Ze hebben gewoon een hele leuke dag gehad. Het is belangrijk dat kinderen ook betrokken worden bij het aanleggen van hun eigen groen. Ja, en we gaan heel goed zorgen voor de tiny forest. Ja.